Sessen, de man onder nummer 8, zit vast. Het is over, het is uit. We kijken naar de voorsprong van René Krabbenborg. De man op dit moment aan de leiding. En dan de zilverbullet. En zijn gevecht gewonnen met de spaghetti man. De machines onder nummer 39 en nummer 12. We kunnen deze wedstrijd gaan winnen. En wat zou het mooi zijn? En hoe is het? Het is sturen met de achterbloed. Lekker band. Lekker band. Westerman wil. Westerman die vecht om de punten. Westerman moet proberen die punten te pakken. En Tim van den Berg onder nummer 12. De nummer 10 is gewoon verdwenen. De nummer 10 die komt zo dadelijk op de 36, 56, 76. En nu hebben we nog drie ronden wedstrijden. En dan moet u opletten op die zilverkleurige machine. Dat is de machine van niemand minder dan het kwartet Westermannen. En die gaan buitenop. Hebben ze daar blijkbaar. Ja, het gaat nog. En hij is er weer Westerman. Let u op nummer 39 en nummer 12. 39 en nummer 12. Zij hadden beide 36 punten. Ze hebben dus een kleine achterstand. Maar het ziet er geweldig uit. René Krabbenborg, twee ronde wedstrijd. En dan is weer de nummer 12. Zij vechten een mooie overwinning. En dan is het Vincent weer door de gracht te hobbelen. En dan is het nummer 39, ligt er weer vooruit. Laatste ronde, derde tour, last lap. De man uit de Schone Grollo. En René Krabbenborg die gaat hier zo dadelijk door de finish. Dat is Vin van den Berg. Zit er nog in de top 3.